Malbork is een stadje op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van Gdansk en dankt haar bekendheid aan het spectaculaire middeleeuwse kasteel van de Duitse orde. Het kasteel ligt aan de oevers van de rivier de Nogat en is gigantisch. Het is wellicht het grootste bakstenen gebouw van Europa. Enkel vanuit de lucht besef je de enorme omvang. Het hele domein is maar liefst 21 hectare groot. Het kasteel omvat drie delen. Het voorkasteel, het middenkasteel en het kloostergedeelte dat het oudste is en dat voorbehouden was voor de ordeleden. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel dat ingenomen werd door de nazi's voor een groot gedeelte verwoest. Na de oorlog werd begonnen met de heropbouw, een immense opdracht die pas in 2016 werd voltooid. De rondleiding met audiogids start op het binnenhof en vervolgens wandelen we door een doolhof van gangen en zalen. Er is de indrukwekkende refter met vloerverwarming. Er is zelfs een toilet, maar dat was enkel voorbehouden voor de grootmeester. Voor het kasteel staan levensgrote beelden van enkele grootmeesters van de Duitse orde. Ze leefden als monniken, maar vochten als ridders. Over de valbrug over de slotgracht lopen we het middenkasteel met zijn prachtige binnenplaats in. In het midden staat de waterput. Zonder water immers geen kasteel, met een pelikaan erboven. Volgens de mythe voerden pelikanen hun jongen met hun eigen bloed, wat symbool stond voor het offer van Christus. We wandelen verder door de grote keukens, de bakkerij. En de spitsbooggalerijen. Vanuit Malbork rijden we verder oostwaarts naar ons overnachtingshotel in Makovo, midden in het natuurgebied van Mazurië. Het was hier in het nabijgelegen Gierloos dat Hitler zijn hoofdkwartier, de zogenaamde Wolfschanze, vestigde. Het lag diep verscholen onder het bladerdek en werd nooit ontdekt, en dat snappen we wel, want ondanks onze GPS moesten we toch flink wat zoeken naar de juiste locatie. Vanaf deze afgelegen plek leidde Hitler en zijn trawanten alle operaties van de Tweede Wereldoorlog. De nazi-kopstukken hadden er hun eigen bunker. Het was ook hier dat Klaus von Stauffenberg de mislukte aanslag op Hitler pleegde. Hier bevond zich het brein
en de motor van de onmenselijke nazi-machinerie. Hitler zelf bracht er alles bij elkaar 3,5 jaar door. Tegenwoordig ontdek je op deze lugubere plaats, op een terrein van zomaar even 650 hectare, de ruïnes van talrijke gebouwen en enorme bunkers. Tijdens hun aftocht trachten de nazi's de bunkers op te blazen. Sommige bleken echter te sterk voor welke explosieven dan ook. Vanuit Gierloos naar Warschau blijkt een hele trip, want dit gedeelte van Polen is nog niet ontsloten door autosnelwegen. Gelukkig zijn ook hier de wegen meer dan behoorlijk en je ziet natuurlijk meer van het land dan op een autosnelweg. Jammer dat je vanaf de weg nauwelijks iets ziet van het merengebied van Mazurië. De dorpjes en de huizen die we onderweg passeren geven een verzorgde en goed onderhouden indruk. Hoge gebouwen met veel glas en staal verwelkomen ons als we Warschau binnenrijden. Het monument van de gesneuvelde in het oosten ligt vlak voor ons hotel. Het kan moeilijk symbolischer, want Warschau, dat is de stad van de herinneringen. Herinneringen aan de opstand van het ghetto en de opstand van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zegden het al, in Polen loop je overal wel ergens tegen die Tweede Wereldoorlog aan. Voor het Hooggerechtshof herinnert het monument van de opstand aan deze gruwelijke gebeurtenis. Zo gruwelijk dat Warschau er een afzonderlijk museum aan wijdde. Om goed te begrijpen wat er zich eigenlijk heeft afgespeeld tijdens die opstand van Warschau, is het belangrijk dat je een klein beetje weet van de achtergrond, opdat je goed zou beseffen wat er precies gebeurd is. Toen de geallieerden waren geland in 1944, besloot het Poolse verzet in opstand te komen. Dat was beslist samen met de regering in ballingschap en zou gebeuren op een wel bepaalde voorafgesproken datum. Ze zouden wel wachten tot de Russen dicht genoeg bij waren, zodat die te hulp zouden komen. En inderdaad, op 1 augustus 1944 om 5 uur 's avonds wordt het bevel gegeven
tot de opstand. En meteen was dit een van de grootste tragedies van de Tweede Wereldoorlog, want de Russen stopten hun opmars. Het Rode Leger stopte gewoon hun opmars en keken toe hoe gedurende 63 dagen lang de Duitsers 180.000 inwoners van Warschau koelbloedig uitmoorden. Daarna gaf Hitler persoonlijk vanuit de Wolfschans het bevel om Warschau met de grond gelijk te maken. Hij zei letterlijk: Warschau mag niet meer dan een herinnering blijven op de landkaart. In het museum geeft een film een ontluisterend beeld van de verwoesting. 85% van de huizen en 90% van de oude stad werden met de grond gelijk gemaakt. En dat laatste mag je echt letterlijk opvatten. Na de oorlog werd de stad steen voor steen terug opgebouwd. Bijna alles wat je dus ziet in Warschau is net zoals in Gdansk een reconstructie. We wandelen de oude stad binnen via de Barbican, de middeleeuwse versterkte toegangspoort tot de stad. Rond de charmante Reinex-Taregum-Jasta staan mooie burgerhuizen waarvan sommige een wel heel bijzondere dakverdieping hebben. Het standbeeld midden op het plein staat symbool, jawel, weer al, voor de opstand van Warschau. Het oorspronkelijke koninklijke paleis werd op persoonlijk bevel van Hitler opgeblazen. Pas in 1971 werd besloten om het opnieuw op te bouwen, omdat de Polen het zien als een symbool van de onafhankelijkheid van hun land. Dankzij duizenden giften werd het kasteel in 1984 plechtig ingehuldigd. Voor het presidentieel paleis staat het standbeeld van Józef Paniatowski, voor ons een illustre onbekende, maar voor de Polen een held en een hevige strijder voor de onafhankelijkheid. Zijn plaatsing voor het presidentieel paleis is dus niet toevallig. Hetzelfde kan gezegd worden van Adam Mickiewicz, de dichter die de onafhankelijkheid bezingt en een idool is van alle Polen.
Opnieuw zien we hier hoe de Polen gesteld zijn op hun onafhankelijkheid. En dat hoeft eigenlijk niet zo te verwonderen als je bedenkt dat zij gedurende 123 jaar, van 1795 tot 1918, verdeeld werden tussen de grootmachten Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Daarna volgden ook nog eens 5 tot 6 jaar naziregime. En vervolgens kreunden ze 45 jaar onder een communistische dictatuur. Van de Sint-Anna-kerk en de kerk van het Heilig Kruis wandelen we verder naar de Novi Swiatstraat, zowat het equivalent van onze Brusselse Nieuwstraat. Vlak voor je deze straat inwandelt, staat voor de Academie van Wetenschappen het monument van Copernicus, die hier studeerde. Hij was de astronoom die aantoonde dat de wereld om de zon draait en niet andersom, zoals men in die tijd dacht. Ook voor de Poolse Joden is Polen eigenlijk één groot kerkhof. Het Pollenmuseum loodt je op maar liefst 4200 vierkante meter en 8 afdelingen door 1000 jaar geschiedenis van de Joden in Polen. Het gedurfde gebouw is van de hand van de Finse architect Reiner Malamäki. De parallelvorm wordt doorbroken door een opening die symbool staat voor het uitverkoren volk dat door de Rode Zee trekt. Het is een schitterend museum, maar het is zo groot dat je zelfs op een volledige dag niet alles gezien krijgt. Polen was eerst het beloofde land. In de 16e eeuw kende Sigismundi II de Joden dezelfde rechten toe als de Polen en gaf de Joodse gemeenschappen zelfbestuur. In 1939 leefden 3 miljoen Joden in Polen tot de hel losbarstte. Slechts 200.000 wisten aan de ontlezing te ontsnappen. Vandaag wonen er nog nauwelijks 10 à 20.000 Joden in Polen. Het museum vertelt ook het afgrijzelijke verhaal van de opstand in het Joodse ghetto, opstand die in het bloed werd gesmoord. ...7000 mensen werden ter plekke geëxecuteerd... ...6000 kwamen om in de gevechten... ...de rest werd gedeporteerd... ...en het ghetto werd zo fanatiek met de grond gelijk gemaakt... ...dat je er nog nauwelijks een spoor van terugvindt. Een eindje verder als het museum ligt de Omslagplatz... ...de plaats waar de Joden moesten verzamelen... ...en de treinen naar de vernietigingskampen vertrokken. Een sober monument... Met een vers uit het boek Job herinnert aan deze huiveringwekkende plek.
Het Paleis van Cultuur en Wetenschappen was met zijn 237 meter het hoogste gebouw van het land en het baken van Warschau. Sinds februari 2021 is die eer voor het wat verder gelegen 310 meter hoge Varsso-gebouw. Het Paleis van Cultuur en Wetenschappen werd in de jaren 50 na de oorlog in typische communistische stijl opgetrokken. Op dit ogenblik is het het hoofdkantoor van een aantal westerse ondernemingen, maar de attractie is het 114 meter hoge terras met uitzicht over de stad dat je meteen laat beseffen hoe uitgestrekt die wel is. Er gaan nu stemmen op om dit gebouw af te breken omdat het een symbool is van de Sovjet-overheersing, andermaal een uiting van hoe belangrijk de Polen hun onafhankelijkheid vinden. De voormalige Koninklijke Weg liep vanaf het Koninklijk Paleis tot aan het Lazinski Park over een afstand van ongeveer 4 kilometer. Warschau bezit veel parken, maar dit Lazinski Park schijnt het mooiste te zijn. Jammer dat het beloofde Chopin-concert aan de voet van zijn standbeeld uitbleef. Wellicht een gevolg van de coronamaatregelen. Het was ons al vroeger opgevallen, maar heel wat gezinnen hebben twee kinderen waarvan de tweede tellig heel wat jonger is. Een gevolg van de regeringsmaatregel die recent voor een tweede kind het kindergeld fors verhoogde? We weten het niet zeker, maar het valt wel op. Het is vechten voor een tafeltje in de Zapiszek, maar hun periodi zijn dan ook meer dan voortreffelijk.